uitzending hebben wij in Groenvaria. Dat is onze krant. Daar staat eigenlijk alles in omschreven wat tijdens het carnavaljaar gaat gebeuren en activiteiten in ons dorp. Nou ja, het is al mij de eer vanavond om het eerste exemplaar te overhandigen. En het is eigenlijk best wel een bijzonder moment. Ik zou graag Herman Bruins even naar voren willen hebben. Herman? Jongens, Forst Herman is al een hele poos verbonden aan de carnavalsvereniging. In mijn tijd dat ik jeugdprins was, was hij ook al nauw verbonden. Hier, ja, Herman, daar is hij. Kom erbij, jongen. Even ter informatie, Herman is onze oudst regerende vorst. Hij doet het al 37 jaar, voor 37 jaar terug was hij prins Herman. En nu is al 37 jaar vorst, daarom kreeg hij dit eerste krant overhandigd. Ja. Vorst Herman, het eerste exemplaar is voor jou. Omdat je al zoveel voor de vereniging hebt gedaan, het is bijzonder eigenlijk. Je hebt ons al, mij in ieder geval, al verschillende anekdotes verteld. Ik heb me al gigantisch gelachen. En ik denk dat dit een bijzonder moment is, deze krant. Kijk er maar in, geniet er even van. Het is een editie, de 42e. En een bosje bloemen voor Annie. Annie, voor jou natuurlijk ook een bosje bloemen. Ja, ik wil graag heel wat zeggen. Hiernaast staat een geweldige vent. Die helemaal verbonden is met carnaval. Toen hij aangetreden is, was hij 42. Hij is de 42e prins. De carnavalsvereniging bestaat 42 jaar. Hoe kun je nog meer carnaval bedenken bij zo'n figuur als deze? Ik ben ontzettend trots op dat jij prins bent. En ik ben blij dat je straks in het rijtje staat van oud-prins en vorsten. Hartelijk dank. Bedankt voor deze mooie woorden, Herman. Ik beloof je, we gaan er tegenaan met elkaar. Ik probeer iedereen zoveel mogelijk bij de carnaval te betrekken op deze vereniging. We hebben een prachtige vereniging. En ik hoop jou nog jarenlang samen met Annie te mogen begroeten bij deze prachtige vereniging, Forst Herman. Jongens, geef een hartstikke applaus! Jongens, prinsenbal. Het carnaval komt eraan, jongens. Geen gezeur, zeg ik. Het carnaval stiet in Nederland voor de deur. Jullie zijn allemaal te popelen, om te dansen, te swingen vanavond. De prinsenbal is hierbij met een groot applaus!